Een paar uur later was er ook op de A67 een ongeluk met twee vrachtwagens. Ter hoogte van de afslag Geldrop botste een voertuig achterop een grotere vrachtwagen. De bestuurder van de achterste wagen raakte gewond. Op de A67 in de rijrichting Eindhoven ontstond al snel een file van 5 kilometer. Waarschijnlijk blijft één rijbaan in de richting Someren nog dicht tot het middaguur.